Ángela, que me haré, tenía estos días, y a cambio de día que tocar tiempo está hecho. Y se ve. Серебряные цепочки. А вот вы внутри у нас не хотите сфотографировать. Здравствуйте, Россия. Добро камьяна, Россия, кипера. Откуда вы будете сам? Белоруссия. Откуда? Беларусь, Минска. А я с Молодечно. Здравствуйте, Беларусь. Видите как. А вы здесь работаете? Да, вот я работаю на хозяина здесь. Ну, в смысле, и живете? 10 лет. 10 лет уже? Да, 10 лет я живу. Gracias.
Тут еще где-то была ходить. Maar de icoon wordt niet dan meteen op het hout geschilderd. Eerst wordt op het hout een linnen doek geplakt. En wordt erop geplakt met een speciale lijm die dan ook met eiwit en azijn gemaakt wordt. En die twee ingrediënten zitten ook in de verf die ze dan voor de icoon gebruiken. En die werken dan heel goed tegen het rotten van het hout. Dus zo houdt het hout een hele goede staat. Onder de laag verf zien we dat doek. En we kunnen ook zien dat de verf aardig dik is. Hè? Want alles wordt op de iconen in lagen geschilderd. En wat altijd als laatste geschilderd wordt, is wat we van de lichamen van de heiligen kunnen zien. Gezichten, handen en voeten. Want dat wordt altijd als laatste geschilderd. Nou, en hier achter het glas. Скажи что-нибудь.
какую-нибудь группу русскую встретила, если что, вернемся. Интересно, если что-то рассказали, чем-нибудь.